te grote vraag is, hoe kunt u nu ervan overtuigd zijn dat je door een expertencommissie te laten een paar werken, voorgesteld door het MSK, te gaan controleren op zijn authenticiteit, dat je daarmee de schade voor Vlaanderen aan het beperken bent? Ik denk eerder van niet. Wij geven de boodschap aan de wereld dat het bewijsrecht omgekeerd wordt, ook in het kunstrecht, dat men eerst in alle sympathie mag tentoonstellen bij ons, verder mag tentoonstellen bij ons, en dat dan de Vlaamse overheid eventjes een paar werken nog wel controleren ook op hun authenticiteit. Ik denk dat we hier een verschrikkelijke Copernicaanse boodschap geven aan de internationale kunstwereld. Vandaar in alle openheid dat ik hoop dat je nog een en ander hier kunt rechtzetten. Je hoeft mij niet gerust te stellen, maar je moet wel de internationale kunstwereld kunnen geruststellen dat volgend jaar de Vlaamse meesters in Vlaanderen echte zullen zijn.